Zo, daar ben ik weer. Ik ben een tijdje weg geweest, maar we zijn er weer. We hebben weer wat nieuws gevonden om te unboxen vandaag. Vandaag doen we dus een unboxing van de QCY Bluetooth 4.1 headset. Ik vond dit headsetje bij de jongens van Ali. En het zag er leuk uit. Ik denk ik ga het even proberen. Het draait op Bluetooth 4.1 en er zit een 80 mAh batterijtje in. En voor de rest niet zoveel kabelwerk geloof ik. Hij is nog dicht, dus we gaan hem even openmaken. En dan gaan we even kijken wat er allemaal in de doos zit. En onze eerste indrukken ervan. Vrij vlot geleverd door onze Chinese vrienden. Binnen een week tijd eigenlijk. Het gaat steeds sneller. Nou, de doos is open. Wat zit er in de doos? Nog twee kleine doosjes. Even kijken. Hup. En voor de rest niet echt veel. Hij is dus leeg. Nou, dit was de eerste doos. Hup. Die zetten we weg. Laten we eens even kijken wat hierin zit. Een mooi klein doosje. Qua verpakking ziet het er weer prima uit. Niks mis mee. Een USB-kabeltje, waarschijnlijk om op te laden. Gewoon standaard. USB, mini-USB. Vrij normaal. Dan hebben we nog de dopjes. Er worden voldoende dopjes en haakjes geleverd. Dus dat is compleet. En nog een handleiding. In het Chinees, QCY, Blossom staat erbij. Ah, even kijken. Nee, volledig Chinees. Dus daar hebben we niet zoveel aan, tenzij je Chinees kan natuurlijk. Dat was het eerste doosje. Hup. Nou, dan zal hier in het tweede doosje de headset zitten. Eens even kijken. Het ziet er goed uit. Voor de rest niks. Nou, dan zetten we die ook maar opzij. Verpakt. In wat cellofaan. En kijk eens. Hier komen ze tevoorschijn. De QCY. En dit is de i8 zo uit het hoofd. Moet ik weer even op het doosje kijken. Eens even kijken. Wat. Ik weet zelf niet eens meer wat het besteld was. QI8, ik zal hem nog even hierbij halen. QI8, dat is dus het nieuwste model wat ze leveren. Je hebt nog een QI7. Ik denk ik ga voor het nieuwste model. Qua prijs valt het echt reuze mee. $25, dan krijg je dit headsetje. Ja, dit kan weg. Nou, laten we eens verder kijken. Nou, dit is het headsetje. Stukje kabel eraan. Headset rechts, headset links. Zit een USB oplaadklepje. Dus dit is om hem op te laden. Maar het gaat er niet echt makkelijk af. Laten we even kijken. Nou, niet echt dus. Die laten we maar even erop. Er zitten goede dopjes op. Die kan je verwisselen als je wil. Haakjes worden ook voldoende geleverd. Zodat die niet wegvalt, zeg maar. QCY logo erop. Er zit het opneemknopje. Een microfoon. En hier zit nog een ophangknopje. En dit is ook nog een knopje. Dus dat doet ook nog wat. Dan ga ik even de specs erbij halen. Nou, ze zeggen dus dat je er 7 uur mee kan beluisteren, muziek. Er zit een noise reduction chip in. CVC 6.0. Kabellengte 60 centimeter. Standby is wel best wel lang. Geven ze aan 175 uur. Of dat echt zo is, weet ik niet. Met de Chinezen moet je dat een beetje met korreltjes zout opnemen, denk ik.
Oplaadtijd van het headsetje wanneer die leeg is, is 1 à 2 uurtjes. Ze wegen niet veel, 16 gram, 16,5. Dus dat is echt niet zo zwaar. En ik ga deze de komende tijd testen. Om te kijken of het wat is voor die $25. Ik zal nog hier even laten zien. Bluetooth versie 4.1. Dus dat is alle logo's wat je zitten er ook op. Dus netjes. Ik ben benieuwd. We gaan hem testen. En dan krijgen jullie daar nog een uitgebreide review over. Dit was dus de unboxing van de QCI QI8. En we gaan dan de unboxing of de uitgebreide review doen. En dan weten jullie gelijk of dit het kopen waard is. Tot de volgende keer.